Hey. 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 Welkom bij de video. Bijna 100.000. Yay. Abonneer en veel kijkplezier. We zijn er weer. We zijn gewoon lekker in Roerveen. Gewoon lekker, weet je. Lekker, gewoon. Inkomende oproep van opa Gerard. Oh jee. Hallo? Hey. Hey, Piet. Willem. Hey, Willem. Hoe is het? Ja goed, je hebt me gebeld. Ik had jou inderdaad gebeld, ja. Ik weet eigenlijk niet waarom. Ik zag dat je... Ik weet het niet. Ja, je hebt betrapt. Ik ben betrapt. Hey, Heb je mijn mooie huisje al gezien? Heb je een huis? Ja. Waar woon je? Even kijken, maar moment. Hoe weet je nou niet waar je woont? Hey, ik wil even op bezoek komen, even een theetje drinken. Okay, rechts in de stad, rechtsonder, heb je de tattoo shop. Jij woont in de tattoo shop? Ja, daarheen. Daar is echt 2 meter ernaast. Oké, okay, ik kom al naar die tattoo shop, oké? Okay? Joe. Joe. Nee, wat ophangen? Moet ik ophangen? Oké, okay, jongens. Opa Gerard, die woont bij de tattoo shop in de buurt, zei hij. Hij heeft een huisje gekocht. Dus laten wij even op bezoek gaan bij de heer opa Gerard. Oké, okay, als het goed is zijn we er bijna. Ik denk dat de heer Gerard, de opa Gerardje hier is. Ik denk dat hij ook gewoon naar de tattoo shop komt en daar gewoon op mij wacht. Oh, ik zag al iemand lopen. Ik zag al iemand veel te snel bewegen. Kijk, daar is hij. Daar heb je hem. Daar heb je hem, opa Gerard. Hé, hey, waar woon je? Zeg het eens. Achteruit. Achteruit, oké. Okay. Ja, verder. Nog verder. Nog verder achteruit? Ja, nog verder. Oké, okay, nog verder? Nog verder. Nog verder? Dit weggetje naar links. Dit weggetje naar links? Ja. Oké, okay, daar gaan we. En dan direct rechts. Deze niet, maar deze. Hier, rechts. Deze? Ja, rechts. Hier woon je? Ja. Dit, die container? Ja, kom maar mee. Oh. Meen je dat? Heeft hij een container gekocht? Gerard. Gerard, wat is dit nou? Wat is er nou? Ja, wat is dit? Ik denk, je hebt een huis gekocht. Heb ik ook. Maar dit is een container. Ja. Komt u maar lekker naar binnen. Oh, ik ben benieuwd hoe het eruit ziet van binnen. Aan het wachten op de bewoner. Ik ben aan het aanbellen. Ik kan ook inbreken bij Gerard. Dat kan ik ook doen. Gerard! Hallo? Oh, Gerard. Gaat het met je? Wat is er met die man gebeurd? Hij ging letterlijk naar binnen. Hallo? Hé. Hey. Ja, ik kan je niet naar binnen laten. Hoezo niet? Dat weet ik niet. Wat doe je zus? Jij zit met me in mijn rek. Kan ik niet naar binnen? Hoezo kan ik niet naar binnen? Ja, oké, okay, dan probeer ik het nog een keer. Oké, okay, probeer het nog een keer. Nou, dan ga ik helaas niet je huis in. Maar ja. Waarom heb je dit gekocht? Hoe duur was dit? 75.000. 75.000, dat meen je niet. Ja. Je hebt hiervoor 75.000 euro betaald. Ja, weet je waarom? Nou? Als straks iedereen een huis heeft en willen mensen een huis kopen, kan ik hem voor heel veel verkopen. Deze? Ja. Deze... Ja, oké. Okay. Nee, prima. Ja. Hé, ga je gezellig mee? Ja, waarom ook niet. Wat loop je in één keer rechtop trouwens? Ja, een beetje visio, hè. Ja, oké. Okay. Wat zijn jouw plannen vandaag? Nou, ik wil eigenlijk even wat geld verdienen, Gerard. Oh, ja. Maar ik weet niet of jij, nu jij zeker zo'n duur, mooi huis als dat hebt gekocht, neem ik aan dat je ook wat geld wil verdienen. Ja, misschien wel slim. Maar ik heb al 1300 prijzen, ik wil al hoe je hebben. Ik heb ook al 750 zwart geld bij me. Ik wil Louie wel even. Nee, maar Louie heeft net een auto gekocht. Dus we kunnen heel even niet veel zaken met hem doen. Zegt hij dat? Ja. Jij kan toch in je huis dingen opslaan? Nou, dat werkt dus nog niet. Oh, dat werkt nog niet. Maar we kunnen even een winkeltje overvallen. Er zijn 5 agenten. Dan kan je toch zelfs iemand meenemen in de winkeloverval? Ja, maar... Wil je dat? Nee, dat wil ik eigenlijk niet. Maar we kunnen wel boven in de stad, daar komt nooit iemand. En daar kunnen we wel prima heen, lijkt me. Helemaal in het noorden, doe je? Helemaal in het noorden, ja. Ja, maar dan komt de politie wel heen. Nee, die is veel te traag om daar op tijd te zijn. Denk je? Ja, ik weet eigenlijk wel zeker. Oh, hier rijdt politie, pas op. We kunnen de motor pakken en dan kunnen we offroad met de motor. YOLO, ga maar naar de stad, naar de weg, verweg is dan. Oké, okay, ja, ik moet eerst even langs de impound, want dan haal ik mijn motor even op. Nou, kunnen we beter onderweg doen, joh. Het is goedkoper benzine. Goedkoper benzine, oké, okay, prima. Nou, ben je er klaar voor? Althans, ben je er klaar voor. Jij zegt dat het goed komt, hè, dan ga ik even... Hé, hoe vaak is het nou fout gegaan als ik zeg het komt goed? Mag nooit. Meer. Ja, daarom. Maar we hebben dat maar 2 keer en 3 keer gedaan. Ja, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Als het niet fout gaat, joh, oh, je krijgt levenslang. Zie je, waar tanken we dan? En even een auto regelen. Of een motortje. Even, want hiermee komen we, ja, kunnen we wel ver komen, maar... Ga hier maar heen. Deze benzine is overigens ook bijna op, hè? Ja, dat weet ik. Dus ik hoop dat we dat redden.
Die plek kan je niet overroten. Nee, maar dan kunnen we toch met... Kijk, het eerste gedeelte op de snelweg, dat redden we wel, weet je. Als we gewoon voor de politie blijven. En wie weet is de politie, die redt... Meestal als ik daar een overval doe, is de politie niet eens op tijd. Niet? Nee, helemaal in het noorden nooit. Heb ik nog in één keer gehad dat ze op tijd waren. Dus... Maar dan ga ik hem niet vragen. Hoeveel heb je het, hoe vaak heb je het gedaan? 2 keer. Jongen. Oh nee, wacht trouwens. 1 keer. Oh, nog een. Hey, ja. Wat is dit? Oh, ik word gek. Ik word denk ik ook gek. Gerard, ik denk dat ik je niet de enige bent. Dan rijdt hier een kat zonder mens. Huppa. Breng voertuig terug. Daar gaan we. Oh, voorzichtig. Waarom struikel je ook altijd? Ja, nou, je deed de deur dicht. Ho. Dat deed ik hem echt niet. Dat is de benzine die leeg is. Die zorgt dat de auto extra naar achter gaat. Duw hem maar naar voren inderdaad. Top. Ik ben sterk. Ja, top. Dankjewel. Oké, kom naar de inbound. Oké. Gerard. Oh, Gerard. Gerard. Voorzichtig. Die deur gaat toch niet open, joh. Je kan er gewoon... Je licht aan, joh. Oké, de kledingwinkel, hè? Ja, waar is hij? Er is hier geen kledingwinkel. Volg me maar, Gerard. Volg mij maar. Oké, Gerard, volg me. We gaan even naar de kledingwinkel. Even een helmpje opdoen. En als we eenmaal een helmpje, spegelmpje hebben... Hier links. Check je wel in, man. Hij zegt zeggen altijd wat eerder, man. Ja, maar hij rijdt links van me. Hij heeft ook niet door die... Hij weet niet waar we heen gaan. Maar even een helmpje kopen, zodat ze ons niet herkennen als we betrapt worden. En dan kunnen we, tenminste nog wegkomen, weet je. Want ik word al gezocht door de politie, door mijn afgelopen ontsnappingen en overval. Dus we gaan even kijken hoe we dit gaan doen. Weet je, hier zit ook een winkel in de buurt. Misschien laten we gewoon deze winkel gaan doen. Is wat riskanter, maar het is wel een leuke winkel om te doen. Ik heb deze winkel namelijk ook nog nooit... overvallen. Hey Gerard, kunnen we... Oh, rustig. Hier, kijk. Wat zeg je? Kunnen we niet die winkel hiernaast doen? Leuk. Oh ja, moet je even kijken voor een vluchtroute. Ja, ga ik doen. Eerst even een helmpje opdoen. Jij hebt al gewoon helemaal een outfit aan. Je ziet er niet uit. Althans, ik zou nooit herkend hebben dat jij opa Gerard was, als ik je zo nee, zie. Nee, dat bedoel ik. Nee, oké, dat is prima. Ik ook even een helmpje op. Oké, ben je klaar voor? Wat we dan eerst even gaan doen is deze dingen vol tanken. Even bijtanken, Gerard, en dan kunnen we. Vluchtroute. We kunnen als het goed is hier. Kijk, dit pad zo. Dat gaat hier omhoog, toch? Zal ik eens kijken? Ik hoef niet deze hele berg op namelijk. Dus ik denk dat we dat beter niet kunnen doen. Maar waar gaat hij de andere kant op heen? Hier tussendoor zo. En dan kom je bij het water uit. Nee, dit is geen pad. Vluchtroute. Oké, Gerard. Ja? We moeten een vluchtroute hebben even voordat we beginnen. Ja, dat weet ik. Ik zet mijn motor ook even goed neer. Die staat ook namelijk nog niet goed. Ik weet er een. Jij weet er een? Ja. Welke? Langs de boothaven. Langs die haven. Langs de boothaven, ja. Die hier in de buurt zit, bedoel je? Met dat oranje bootje. Ja. En dan helemaal rechtdoor. Dus langs de haven en dan helemaal rechtdoor. En dan kun je even verlaten naar dat dorpje. Met al die rare vreemde mensen. Je bedoelt door de tunnel uiteindelijk. Je kan daar een tunnel door. Ja, we zien het wel. Ja. Oh, dat is goed. Komt goed, joh. Komt helemaal goed. Ik zet mijn navigatie daar en dan beginnen we hem. Oké, jongens, ik denk dat we hierheen gaan. Volgens mij is hier de tunnel. Ik weet het niet zeker. Ja, gewoon langs die haven. Toch die weg. Ja, prima. Prima, we gaan hem even starten. Goeiedag, meneer. We moeten even 200 seconden wachten, maar dat is niet zo lang. Nee, dat kan. Doe ik even een ditje. Dan ga ik even wat flessen inleveren. Oké, jongens, we gaan eerst even wat lege flessen inleveren. Ik dacht dat het hier... Oh, dat kon hier volgens mij. Flessen inleveren. Hoppakee, ik heb een euro statiegeld gekregen. Ik 75. 75 euro? Cent. Oh. Ja, wacht nou even toch benzine af. Ja, ik dacht, hoe kom jij zoveel geld? Van hoeveel flesjes drink jij al niet? Maar ja, 75 cent, dat is niet zoveel. Hoeveel geld krijg je ook al mee? Van zo'n overval? Ja. Meestal richting de 5000 euro, iets minder altijd. 4600, 4700. We gaan sowieso eerst even de winkel helemaal kapot rellen. Gerard, we gaan eerst even die hele winkel kapot maken om een beetje bang te maken, oké? Okay? Gewoon allemaal alles dingen kapot slaan. YOLO! Kijk, daar gaat hij. Gerard begint ook al met te slaan. Hier, dit hebben we voor ze. Bah, voor ze, weet ik veel. Ze noedels! Ja! Brood, fuck jou, brood! Wat zit hier? De kassa is stuk. De kassa is stuk? Ja. Top, goed zo. Oh. Oh, dat meen je niet. Oh, mijn helm. Ik hou mijn petje op, zo ben ik ook misschien niet herkenbaar. Oh, mijn helm, daar ligt hij. En dat is zo'n helm die je maar één keer op kan doen en die kan je ook niet meer afdoen. Ik bedoel, ja, die kan je niet meer opdoen. Nee, dan moet je hem kopen bij de helm. Het is zo'n eenmalige helm is dat. Eroveen kan je hem niet nog een keer opdoen. Ik probeer het heel even hoor. Ja, meneer, het geld in de zak. Gerard, we zijn begonnen. Echt? Ja, geld gaat in de zak gestopt worden. Hou jij even... Oh, het begint alweer dag te worden, dat is wel ons nadeel. Ik schuil even achter de kassa hier. Ja, als je even vervelend doet. Dan breken we zijn knieën of zo, weet ik veel. Ik hoor iemand. Ik ook, wat is dit? Hallo meneer. Hallo? Ik hoorde ook iemand. Ik hoor iemand op zijn telefoon tikken. Ja, ik hoorde ook iemand klikken of zo. Ja, hij komt hier even alsof hij hier boven op het dak staat. Kun jij even op het dak, Gerard? Ik ga even op het dak. Ga jij even om het huis heen patrouilleren? We hoorden iemand. We hoorden iemand op zijn telefoon tikken, hoor je? Of zijn toetsenbord tikken, weet je? Dat klik. Maar we moeten nog even wachten, nog 250 seconden.
En dan, dan is de overval gelukt. Okay. Ja! Hij staat buiten. Wie is het? Een man met een witte helm. Een man? Man met een pak en een witte helm. Volgens mij heeft die politie gebeld. Waar gaat hij? Oh, dat was hem. Ja. Oké, okay. Nou prima. We moeten tegenwoordig langer wachten. Het is 300 seconden wachten nu, joh. Deze winkel is super traag. Oh, als de politie eruit komt, dan gaan we gewoon weg, toch? Geven we het dan op? Ja. Ja, dan geven we het op, hè. Het is ja, we gaan inderdaad... Ik wil niet gepakt worden, want dan moet ik zo lang naar de gevangenis als ik gepakt word. Ja, maar dat duurt altijd zo'n eeuwigheid, joh. Maar dan ben je 2 uur verder. Ja, yeah, I know, daarom. Nee, en ik wil ook niet weer gepakt worden, want dan ben ik gewoon de klos. Hoezo dat? Nou, omdat ik al gezocht word voor meerdere dingen. Meerdere overvallen, vluchten van de politie... ik had een gijzeling gedaan met een agent, waar jij overigens mee aan deed. Heb ik niet gedaan. Dat heb jij niet gedaan, inderdaad. Ze zijn er al bijna. Ja, ik denk het ook. Ik had niet verwacht dat het zo lang ging duren. Tegenwoordig. Ja, stop maar winkel deze, hoor. Ja, deze man is niet zo snel met zijn geld in de zak stoppen. Hij doet er veel te lang over. Die andere duren er meestal 150 seconden over. En deze winkel, meneer, die doet er in één keer 300 seconden over. Er komen 3, 2, 1. Ik zie nog helemaal niemand. Oké, dat tel ik al. 5, 4, 3. Hey, kunnen we? 2. Hey, nee, dat is gewoon maar aftellen dat, oh, dat ik denk dat er iemand komt. jij begint al helemaal te hyperventileren, joh, hier. Ja, joh, ik ben bijna bang. Oh, mijn god. Dus we moeten hier naar links, en dan nog eens. Naar links. Oh, gaan. Stap in. Politie, blijven staan. Oh. Crap. Oh, damn. Oh, mijn god, ik wilde sturen, maar het lukte me niet. Oh mijn god, jongens. Ik wilde sturen, maar het lukte me gewoon niet, want... Ik weet niet waarom. Ik wilde gewoon naar links sturen, maar dat ging niet.